Het gaat over een meisje dat in opstand komt tegen haar oom, die koning is. En hij moet wetten uitvaardigen om rust en stabiliteit te brengen in het land. Maar zij vindt een wet die hij uitvaardigt heel onrechtvaardig. En hij heeft gezegd dat degene die zijn wetten overtreedt, ter dood zal worden gebracht. Waarom heb jij geprobeerd je broer te begraven? Omdat het moet. Ik heb het verboden. Je weet toch dat diegenen die niet begraven worden eeuwig zullen ronddolen zonder ooit... Eigenlijk, hoe moet je regeren? Moet je... Nou, je hebt natuurlijk wetten nodig. Je hebt ook strenge wetten nodig. Maar wanneer worden ze onrechtvaardig? En wanneer worden ze verkeerd gebruikt ook? Wanneer worden ze gebruikt ter meerdere glorie van de macht en niet om goed te regeren over de mensen? Probeer mij nou eens 1 minuut te begrijpen, idioot. Ik doe toch ook mijn best om jou te begrijpen. Er moet toch iemand zijn die ja zegt. Er moet toch iemand zijn die het schip bestuurt. Het zijn bijna archetypische figuren. Hè? Het is dus de leider die altijd maar kiest voor een zekere pragmatische manier van denken. En het is de idealist die heel erg kiest voor alleen het ideaal. En het zijn 2 van die grootheden die tegenover elkaar staan. En ze dagen je uit om daarover na te denken, over hoe jij dan in het leven staat. Ja, een tragedie, dat is wel wat hoor. Nou, wat ook heel mooi aan het stuk is, is dat er comedy in zit. Dat er ook lichte momenten in zitten. En waardoor je de thematiek, die best zwaar is, zou je kunnen zeggen, heel goed, daar word je, door die comedy word je daar naartoe meegenomen en er ook weer uit. Zoals in het echte leven. Ja. Het wordt gespeeld in op Stadslandgoed Kemphaan. Daar maken wij al 9 jaar zomervoorstellingen met Theatergroep Suburbia. En net als vorig jaar hebben we er dit jaar een heel leuk restaurant bij gemaakt. Er wordt een speciale maaltijd gekookt die thematisch aansluit bij de voorstelling. Dus je hebt een hele mooie zomeravond hopelijk met heerlijk eten van tevoren. En daarna in de prachtige natuur een heel mooie voorstelling.